Met deze keer. Amerika is even op slot. De Japanse BTW gaat omhoog. En het laatste kwartaal lijkt heel positief. In eerste instantie zijn de effecten van zo'n shutdown zijn relatief beperkt. Je ziet allemaal rare dingen. We hebben de verhalen gezien. Het ruimtekarretje op Mars wat niet meer rondrijdt. Natuurparken die dichtgaan. Het kost nu ongeveer 300 miljoen dollar per dag. Dus dat is een dollar per Amerikaan. Dat valt wel mee. En de markt lijkt er ook helemaal doorheen te kijken. Want je ziet de aandelenmarkt eigenlijk niets doen. De rentemarkten bewegen nauwelijks. Dus iedereen houdt er rekening mee dat het een paar dagen duurt. Maar dat dan alles weer gewoon aan de slag gaat. Als je op verlof gestuurd wordt door jouw werkgever, dan krijg je geen inkomen. En wat dat betreft, op een gegeven moment moet je daar gaan aanpassen. Dus dat zal de economie gaan raken, er zal minder uitgegeven worden. De overheid heeft ook klanten die niet meer betaald worden, bedrijven die ineens hun opdrachtgever kwijt zijn. Dus dat heeft allemaal rare repercussies in de hele economie. Als het wel langer duurt, dan is het wel ernstig. Er zijn berekeningen nu dat het ongeveer 1,4% van de economische groei afhaalt. In Amerika is de economische groei nu ongeveer 2,5%. Dus dan halveer je de economische groei. En dan kan die economie zomaar weer eens in een recessie gedrukt worden waar we net uitgekomen zijn. Dus wat dat betreft is dat echt een onmenselijk scenario. Zeker ook nu dat we weten dat de Centrale Bank van Amerika, president Bernanke, totaal niet gerust is op een herstel in de Verenigde Staten. En maar geld blijft pompen in de economie. Met de ene hand pompen en met de andere eruit halen is natuurlijk geen verstandige strategie in deze. Japan is natuurlijk jarenlang het land geweest. Het is de tweede economie ter wereld, was lang de tweede economie ter wereld, nu officieel de derde. Maar het was het land met de problemen. Een sterk vergrijzende bevolking, een hele grote investeringsbubbel die geklapt is eind jaren 80. En de problemen zijn maar niet opgelost en langzaam glijden ze af. Dat beeld lijkt gekeerd. We hebben een premier Abe, die heeft gezegd van we nemen een driepijlenbeleid. De eerste pijl was een sterk monetair beleid, waarbij de yen bijvoorbeeld ook behoorlijk verzwakte versus de andere handelspartners. De tweede was een sterk fiscaal beleid, dus de economie wordt echt gestimuleerd. En nu is hij ook de structurele problemen aan het aanpakken. En één daarvan is natuurlijk de enorme begrotingstekorten en de enorme staatsschuld van Japan. Hij gaat de BTW verhogen om de inkomsten te laten stijgen. En het is natuurlijk een heel moeilijk samenspel als je aan de ene kant zegt van we moeten de boel stimuleren, mensen moeten vertrouwen hebben in de toekomst. En aan de andere kant zeggen van goh, ik ga toch maar de belasting verhogen. Het is een wankele balans en hij lijkt de juiste toon te treffen. Zoveel onzekerheid over de derde economie van de wereld, daar moet jij als belegger toch ook wel wat onzeker van worden. Japan zit al 30 jaar lang in deze situatie. En het feit dat we nu naar een nieuwe fase toe gaan is op zich denk ik, het is een gevaarlijke keuze, want het kan ook verkeerd uitvallen. Maar ze moesten iets doen en er wordt iets gedaan. Wat dat betreft zie je dat de markt het goed ontvangt. Japanse aandelen zijn behoorlijk wat sterker geworden. En in Japan zie je ook dat de werkloosheid aan het dalen is. Dat de bedrijfswinsten sterk aan het stijgen zijn. Er komt dus best wel wat vertrouwen weer terug in dat land. En dat hebben we 30 jaar lang niet gehad. Wat je ziet is dat het momentum wat de economieën wereldwijd eigenlijk hebben. Overal zien we dat de indicatoren die kijken naar de toekomstige groei aan het verbeteren zijn. Overal is het sentiment wat positiever aan het worden. Dat zie je ook terug in de bedrijfscijfers. Dus er wordt best wel wat winst verwacht. De komende dagen, eerder dagen dan weken, zijn belangrijk. Want bedrijven die slecht nieuws gaan brengen, zoals van de week Unilever bijvoorbeeld, gaan dat nu laten horen. En dan krijgen we de cijfers. De verwachting is dat de cijfers in lijn zijn met de verwachtingen. Dus dat er niet rare dingen meer in aan zitten te komen. En dan gaan we naar het vierde kwartaal kijken. Dan zijn de cijfers heel positief. De verwachtingen heel positief gespannen. Winstgroei in Amerika ongeveer 9%. Winstgroei in Europa ongeveer 6%. Dan zijn aandelen toch een hele aantrekkelijke optie. Dus wij zijn gepositioneerd voor een iets stijgende rente. Niet veel, want er zijn allerlei rare factoren zoals de shutdown nu in Amerika. Of wat gaat de ECB doen, wat gaat de Amerikaanse Centrale Bank doen. Allemaal factoren, dus we zijn relatief voorzichtig. Maar wel duidelijk gepositioneerd voor een iets stijgende rente. En ook voor stijgende aandelenmarkten. Instapmomentje. Aandelenmarkten hebben al behoorlijk wat laten zien. En als je kijkt naar waarderingen, wat lange termijn toch wel een van de beste maatstaven is, dan zijn Europese aandelen nog steeds relatief aantrekkelijk. Amerikaanse aandelen niet meer zo. Wilt u reageren op een uitzending van Egon Beleggings TV? E-mail uw opmerking of vraag naar beleggen@egon.nl.